Ludwig Witt. Dus ja, dat is nog eens een stap van de vijfde klasse naar de eerste klasse. Ja, zeker. Graag. Je gaat dus van Tiendeveen naar Hoogeveen. Was je verrast dat Hoogeveen jou benaderde? Ja, voor de zondag wel. Ik dacht gisteren ze mij bericht gaven dat ze mij graag wilden hebben dat het voor de zaterdag was. Maar toen uiteindelijk was het wel voor de zondag. Dus. Wat is er in de gesprekken besproken? Wat is de reden geweest dat ze zeggen van nou, we zien het in jou zitten? Ja, ik ben ook al eerder toen voor de A-jeugd benaderd. Dat heb ik niet gedaan. Maar ze zagen wel een goede bek in mij. En ja, nu moet ik gaan proberen met de zondag. Ja, je zei het al A-jeugd benaderd, dat was er geen je tijd bij de weide. Want ja, eigenlijk heb je de hele jeugd doorlopen bij de weide, dat klopt, ja, hè? Klopt, ja. Dus, bij de weide doorbraak net niet. Bij de weide, ik heb alleen tot mijn A-jeugd daar gevoetbald. En verder, ik heb nooit iets gehoord van de eerste of iets. Dus daarom dacht ik van, ik ga naar een andere club toe. Dus het is min of meer de afwachtende houding geweest van de weide dan, zeg maar, om uiteindelijk voor Tiendeveen te kiezen? Ja, ik denk het. Ja, ik ben Tiendeveen ook benaderd door de trainer dan, van Tiendeveen. Ja, die ken ik al goed daarvoor, dus. Michel van Essen, de trainer van Tiendeveen natuurlijk. Wat voor type trainer is dat? Want ja, je hoort goede berichten over. Ja, het is een hele goede kerel hoor. Goede trainer. Als het erop aankomt is hij ook serieus. Maar als dan in de kantine, gezellig vent. Mooi seizoen geweest ook bij Tiendeveen, dacht ik. Ja, zeker. Promotie, vierde klasse. Ja, we hadden gehoopt op kampioen te worden, maar net niet. Dus toen na competitie. Tiendeveen is denk ik ook wel toe aan die stap naar de vierde klasse. Ja, denk het wel. Ze zijn nu al een paar jaar bezig om te promoveren. En dan nu is het eindelijk gelukt. Je moet hier natuurlijk de concurrentie aangaan met een groot aantal spelers. Heb je op een gegeven moment niet toch even lopen te twijfelen van ach, die vierde klasse met Tiendeveen is ook wel leuk? Ja, ik heb niet getwijfeld. Ik wil graag altijd hogerop. En ik kreeg nu de kans. Dus dacht ik van ik ga gewoon. Backpositie, daar moet je op richten? Ja, denk ik wel. En ik vraag het vaak aan nieuwe spelers van een kwestie van geduld moet je natuurlijk ook denk ik wel hebben. Want ja, er is natuurlijk een kans dat je misschien eerst niet aan het spelen toekomt. Nee, klopt. Ja, dat zou ik ook accepteren dan. Dus geen moeite om met op zondagmorgen in tweede te voetballen eventueel? Nou ja, ik snap ook wel, het is een hele stap van de vijfde klasse naar de eerste. En als ik dan in het begin moeite heb, ja, misschien soms ook een beetje logisch denk ik. Is er in de jeugd ook wel eens eerder belangstelling geweest van andere clubs? Van, ja, van Hoogeveen dus. Want ik kan me namelijk voorstellen, de weide staat natuurlijk ook wel in de spotlights met de jeugdopleiding. Ja, ik heb alleen toen ben benaderd een keer de Hoogeveen en verder niet. Nou, ervoor knokken volgend jaar, dat is het belangrijkste denk ik. Die concurrentie aangaan en alleen maar beter worden. En los van de spelen lijkt mij gewoon het voetballen met goede voetballers. Ja, daar word je beter van, hè? Ja, daarom. Goede trainer ook. Dus ik zie het gewoon heel erg. Je leert heel veel dit jaar sowieso. Dus.